Ik ben Marco Plastra, directeur van het Groninger Landschap. En ik vertegenwoordig ook een aantal andere natuurorganisaties, Natuurmonumenten, Stadsbosbeheer en de Milieufederatie Groningen in het traject van de dijkversterking. Ik ben IJssel Luitjens en ik ben lid van het dagelijks bestuur van Noorderzijlvest die hier de dijkversterking als verantwoordelijkheid heeft. We staan hier op de Lauwersmeerdijk die in 1969 is aangelegd en nu weer moet worden versterkt om aan de eisen van deze tijd te voldoen. Kortom, we staan eigenlijk op een plek waar ruim 50 jaar geleden nog de Lauwerszee lag. En nu ligt hier een dijk, een harde grens tussen het zout aan de ene kant en het zoet aan de andere kant. En daar gaan we wat aan doen. Er komt een gat in de dijk op deze plek. Dit levert dus een veilige dijk op voor de komende 40 tot 50 jaar. En als wij in een gebied aan de slag gaan met onze eigen investeringen, vragen we onze partners welke ambities zij hebben en die we dan tegelijkertijd mee kunnen nemen, zoals dit gat in de dijk. Het gat in de dijk herstelt weer de verbinding tussen zoet en zout. Een dijk is natuurlijk prachtig, complimenten voor de dijk, maar het is iets heel onnatuurlijks. Het is een hele harde grens en de natuur houdt niet van harde grenzen. De natuur houdt van geleidelijke overgangen waar elke plant, elk dier zijn eigen plekje in zoekt. Een dijk houdt dat tegen en daarom is het goed dat we hier weer een gaatje gaan maken in de dijk, waardoor we de verbinding tussen zoet en zout hier gaan herstellen. Maar er gaat van alles gebeuren. Dus er komt een gat in de dijk, hè, waardoor het water weer heen en weer kan gaan stromen. Waardoor er in dit gebied ook weer eb en vloed wordt hersteld. Dus dit gebied krijgt een hele beperkte getij. En er komt een verbinding met het achterland, waardoor ook uiteindelijk de vissen dit kunnen bereiken en vanuit de Waddenzee naar het achterland. Aan de voorkant, de dijk zelf wordt veel aantrekkelijker, dus veel meer structuur, hè, dat de dijk zelf ook leven kan huisvesten. En er komt een strook kwelders aan de buitenkant van de kust. Dus eigenlijk over die hele overgang, kwelders, een rijke dijk, een opening in de dijk en een getijdengebied en uiteindelijk ook ruimte voor vissen. Dus eigenlijk over de volle lengte vinden hier verbeteringen plaats vanuit natuur. En wat wij dan nog doen als dijkversterker en dijkbeheerder, dat is we doen nu proeven met nieuwe mengsels van gras en bloemen. En dan zoeken we daar een mengsel uit die het beste voldoet en het beste past bij de veiligheid van de dijk. Dus we worden in principe een bloemrijker dijk. Mijn wens is dat dit echt een stapje is om ons werelderfgoed Waddenzee, het mooiste natuurgebied dat we in Nederland hebben, toekomst te geven. Met alles wat erop afkomt, met zeespiegel, klimaat. De Waddenzee heeft meer ruimte nodig en dit is een eerste stap in de goede richting. Ik hoop dat er nog vele stappen gaan volgen, maar dat is de grote meerwaarde van dit project. En mijn wens is een dijk die behalve de veiligheid verbetert, ook een bijdrage levert aan zeg maar, wensen in de omgeving en wat meer ruimte kan geven aan Werelderfgoed Waddenzee.